Zomaar een willekeurige gracht in Amsterdam. En waar staan we? Voor een van de mooiste huizen hier aan de gracht. Je zal verbaasd zijn als je het van binnen ziet. Maar wat nog veel interessanter is, een van de allerbeste ondernemers van Nederland woont hier. Het is intussen een exportproduct, maar hij is niet alleen ondernemer. Zeer succesvol, filantroop, filosoof, ethicus, een bijzonder mens. Jacob Geldekker, welkom bij ECTV. Dag Heerde, goedemorgen. Als jij in de spiegel kijkt, wat zie jij dan? Dan zie ik nu natuurlijk een man van 60 plus. Mm-hmm. Maar dan het enige genoegen kijken terug naar mijn periode in Nederland en buiten Nederland. Als ondernemer vooral. Ja, ja. Dit is een ondernemersformat. Ik wilde eigenlijk even terug naar het begin van je carrière, zou ik maar zeggen. Tandheelkunde gestudeerd en dan een praktijk beginnen. Zou je kunnen... Ja, dat is maar een hele korte periode geweest. Wij, mijn generatie babyboomers, zijn opgegroeid met numerus clausus, numerus fixus. Dus je had geen vrije beroepskeuze. Je werd geplaatst aan een faculteit. En dat was dan meestal naar voorkeur. Je gaf een lijstje wat je wilde doen. En dan moet je maar afwachten of je geplaatst werd. Ik had notabene als voorkeur rechten ingevuld. Maar het werd tandheelkunde. Ik dacht, ja, dan... Of ik kan een jaar wachten, of 2 jaar, of 3 jaar wachten. Of ik kan maar gewoon aan de gang gaan. Dus ik ben maar gewoon aan de gang gegaan. En ben afgestudeerd. Heb dat vak een paar jaar gedaan, maar heel kort. Ja, dus de echte pure liefde lag er niet. Aan de andere kant denk ik dat je behoorlijk doorzettingsvermogen moet hebben om die studie wel af te maken. Het is een eenvoudige studie, zoals zoveel... beroepsmatige studies en uiteindelijk eenvoudige studies. Mm-hmm. Men leert een aantal disciplines. Ja. En er zit niet veel filosofie aan. Men hoeft niet diep na te denken. Nee. Het is een eenvoudige studie. Okay. Nog heel even doorgaand op tandheelkunde. In hoeverre bereidt zo'n studie je voor op het ondernemerschap? Want een praktijk opstarten is toch gewoon een onderneming? Achteraf gezien kan ik alleen maar zeggen dat de opleiding... in Nederland abominabel slecht was. Mm-hmm. En geen enkele voorbereiding gaf om ooit praktijk te doen. Er was natuurlijk toen ook heel erg sterk de invloed van het socialisme. Socialisme in Nederland, mm-hmm. verzorgingsstaat. En die ging er eigenlijk vanuit dat we allemaal maar in staatsdienst moesten komen. En het idee dat je zelf een praktijk zou beginnen was totaal belachelijk. Ik kan me heel goed voorstellen, ik was net afgestudeerd en ik werkte in een nacht- en weekenddienst. Mm-hmm. Maar ik was ook wetenschappelijk medewerker. En daar was de universiteit toen zo boos over dat ik een brief kreeg waarin stond dat ik een kapitalistische vampier was. Ja. Omdat ik als ondernemer in nacht- en weekenddienst. Maar dat geeft de toonzetting van de sfeer in die tijd. Ja. Er was totaal geen enkele aanmoediging voor ondernemerschap, integendeel. Nee. Het was een vies woord. En dan komt er een moment waarop je denkt, hey, ik ben klaar met tandarts zijn. En toen kwam er een fitnessclub. Kan je vertellen hoe dat gegaan is? Ja en nee. Ik werd, het zoals heel vaak, voor de dingen geboren uit nood. Mm-hmm. Dus bij mij was het ook zo. Ik kreeg ernstige ziekte, narigheid raakte eruit. En dan moest ik weer overnieuw beginnen. Ja. En ondertussen vanuit mijn... ziek zijn vanuit mijn ziekbed, was het redelijk makkelijk geweest om vastgoed te ontwikkelen. Ik kwam in een vastgoedontwikkeling. En dat heb ik in Amsterdam heel veel gedaan. Mm-hmm. Maar je kreeg toen eind van de jaren 70, begin jaren 80, een enorme economische recessie. Ja. En plotseling had je geen huurders meer. Ja, ja. En ik had grote bedrijfsvormen die leeg stonden. Ja, hoe start je met vastgoed dan? Nou ja, het kwam toen meestal, de bankiers kwamen langs. Mm-hmm. Die hadden eigenaren die niet langer konden betalen. Ja. Werd faillissement of het ging naar de veiling toe. En dan kwam men dus langs en zei, zou jij het niet willen hebben voordat we het op de veiling gooien? Ja. En dan kijken of we iets kunnen uitwerken samen. Okay. Dus daar blijkt al, de kwaliteit van je netwerk is natuurlijk belangrijk. Ja. Anders krijg je dat soort aanboden niet. Nou ja, de kwaliteit van je netwerk, maar ook... het was natuurlijk toch een omstandigheden van de banken. Waren heel zwak in die tijd. Het vastgoed hier op de grachten was niet waard. Niemand wilde hier wonen. Alles stond leeg.
En het bedrijfsleven trok uit die panden en ging naar Zuidoosten enzovoort. Ja. En de Bijlmermeer. En wat trok jou aan in, oké, als ik langs die panden loop, dat is van mij? Nou, het was meer gelegenheid. Het was puur de gelegenheid. Het werd aangeboden, het stond leeg. Het stond al jaren leeg. Vaak al tientallen jaren, zoals dit pand was na de oorlog nooit meer bewoond geweest. Hè? Dus gewoon nul. Ja. En er was geen belangstelling, dus de prijs was ongelooflijk goedkoop. Het kostte niks. En ik dacht toen, wel, als ik het kan ontwikkelen, mm-hmm, in de vorm van appartement of wat dan ook, dan heb ik heel snel een toegevoegde waarde. Ja. En daar kan ik een winst uit halen, long term, niet short term, maar long term. Maar dan heb je toch al een dan ben je bent ondernemer in hart en nieren, denk ik. Maar dan heb je toch al een soort visie van, hey, als ik nou maar lang genoeg doorga en ik maar echt... Ja, het is nogmaals een aantal omstandigheden en vooral niet verliefd zijn op het product. Mm-hmm. Ik zie nu heel veel jonge ondernemers die vinden dat ze een grote relatie met het product moeten hebben. En ik hoor ze bijna nooit praten over een verdienmodel. Ja. En ik had geen enkele relatie, mm-hmm, met het product, gewoon niks. En ik keek naar het verdienmodel. Ja. Ik zag een markt die in de stad was ingezakt. Ik kende de markten in Londen, Parijs en New York. En ik zag dat daar een enorme opkomst was. Alle andere grote steden hebben veel, veel hoger opbrengst per vierkante meter dan Amsterdam. Maar ook de revival van de binnensteden. Ja. Dat was toen al in gang gezet. Ja. Dat liep in Amsterdam wat stroperig achter. En ik was er heilig van overtuigd dat ook door de ontwikkeling van de EU er een toeloop zou komen naar de steden in Europa. Ja. En ook in Amsterdam natuurlijk. Hoe financier je zoiets? Het was toen heel grappig. Omdat het uit faillissement was en omdat het op de veiling was, kon je meestal 100-150% financieren. Ja. Het was een rampenportefeuille. Banken waren happig om te financieren, maar dan waren ze van een probleem af. Luister, of de banken hadden dus een keurs, zal het op de balans staan voor een bepaald bedrag. Op de veiling zou het 30% opbrengen. Ja. Dan moesten ze dus 70% afschrijven. Bij mij konden ze het voor 50% kwijt. Ja. En dan moesten ze maar de helft af. En dus en op de balans staat de hypotheek wat prettiger dan de onverkoopbaar. Dus het was puur gelegenheid. Mm-hmm. Maar goed, ook jij moet je in die gelegenheid natuurlijk thuis voelen. Wel, nu doet zich die gelegenheid weer voor. Mm-hmm. We hebben nu de financiële recessie gehad afgelopen jaar met een enorme shake-out. Ja. En je ziet aan de ene kant een enorme angst om je te begeven als ondernemer in de markt. Want jongens, het zal wel fout gaan. Of er komt een tweede dip of een derde dip, weet ik wel wat. En aan de andere kant, enorme gelegenheid om dingen te doen. Dus, maar dat is het ondernemerschap. Je neemt een risico, je stapt erin. Ja. Waar zitten nu dan de kansen in Amsterdam? Of zie je ze hier niet? We hebben de buurten waar ik vroeger niet durfde te komen, zijn nu de hippe buurten en andersom. Ja. Nou, heel grappig, de grote gelegenheid is natuurlijk in de financiële sector. Je hebt een heleboel financiën, service-industrie, of het nou een bank is, of dat het nou een tussenpersoon is, maar die zijn nu waardeloos. Ja. De banken zelf zijn waardeloos. Het provisiemodel ook in de tussensector. Precies. Dus als je daar instapt, als je instapt in een facilitair bedrijf in de financiële sector, dan kun je daar nu voor niets in staan. Ja. Ja. Krijgt zelfs geld toe van de overheid. Oh, dat is mooi. Ja, dat moeten we hebben. Ja. Toch wil ik nog even dieper gaan op, hè, de gelegenheid deed zich aan. Aan de andere kant, hè, je hebt ook voor jezelf doelen gesteld, neem ik aan. In die tijd al. Van, nou, als ik nou 10 panden heb, of als ik nou zo'n portefeuille heb, hoe verhoudt zich dat? Nou, de gelegenheid maakt de mens. Mm-hmm. Dat zeggen we altijd. En helaas leven we heel erg sterk met een vooropgesteld idee van hoe het zou moeten zijn. En onze massamedia, onze samenleving heeft een bepaald beeld geschapen van wat een ondernemer is of hoe hij zou moeten leven of hoe het zou moeten zijn. Ook onderwijs speelt daar een grote rol in. Dus de vorming, het vooropgestelde beeld, is tegelijkertijd de gevangenis van de ondernemer.
En als je daar kunt uitbreken, als je kunt uitbreken uit het vooropgestelde idee en dat platgetreden pad, dan heb je natuurlijk een formule, dan heb je een geweldige gelegenheid. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan een van onze andere ondernemingen. Denk eens eventjes aan QuickFit. Mm-hmm. Toen wij QuickFit hebben opgezet, eind jaren 70, begin jaren 80, was de auto-industrie ging heel erg slecht. We hadden de oliecrisis gehad, de tweede oliecrisis enzovoort. Autoloze zondag, je kon geen auto meer verkopen. De garages gingen failliet. En wij hebben simpelweg gekeken naar garages, welke krenten viel er uit de pap te halen. En toen kwamen we eigenlijk, heel simpel, waar de autobanden uitlaten. En daar hebben we een formule van gemaakt en uiteindelijk bijna 2000 winkels. Ja. Dus heel simpel, de gelegenheid, een concept, een formule. Maar was het een buy-and-build-strategie, zeg maar, dat je de garages opkoopt? Of overneemt? Dat is het uiteindelijk geworden. Nee, het was uiteindelijk een vastgoed. Ik had vastgoed en dan moesten dingen in. We hebben daar nooit één franchise-winkel gedaan. Nooit. Okay. Alles was eigendom. Ja. Dat is allemaal vastgoed. Maar hoe kom je van het idee tot de eerste garage tot 2000 garages? Gewoon doen. Gewoon doen. Maar daar moet een idee achter. Ja, je moet een formule maken. Mm. En je moet ontzettend poetsen op die formule. En ontzettend hard daaraan werken. Dat kost dag en nacht werk. En heel goed. Maar zorg dat die formule goed in de markt staat. Dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Dat je kundige mensen hebt. Vaardige mensen die begrijpen wat die markt doet. En daarop reageert. En als je dat eenmaal hebt. Dan kun je van 1 naar 2. En van 2 naar 10. En van 10 naar 20. En dan ga je natuurlijk. Dan heb je natuurlijk een formule die je kunt uitrollen door acquisities. Van 1 naar 2 is de moeilijkste stap. Dat is de moeilijkste stap, ja. Maar als je eenmaal die eerste 10 hebt, als je eenmaal die formule hebt, als je weet dat het werkt, dan, wij hebben het gedaan via acquisities. We hebben gewoon ketens opgekocht, de Firestones, weet ik veel wat hoe ze allemaal heten. En die aan elkaar geschakeld en daar de nieuwe formule in geplakt. Hoe selecteer je daarin? Want omzet is natuurlijk leuk, maar uiteindelijk gaat het om de mensen die in zo'n bedrijf werken. Want die dragen het. Dit voorbeeld van QuickFit is natuurlijk heel leuk, want je had een chaotisch bedrijf. Ja. Dat was een garage, een reparatiegarage. En daar stonden allerlei monteurs in, de een met elektrotechniek en de ander met de ontploffingsmotor, zoals ze het nog steeds noemen, met de benzinemotor. En iedereen deed wat en het barsten van de instrumenten, de gereedschap, chaotisch. Ja. Chaos en smerig aan olie aanrotsel. Ja. En niemand kon precies zeggen. Ik heb uit die tijd nog de Citroën garage herinneren op het Stadionplein. Ja. Dat was heel bijzonder. Een wit gebouw en mooi en schoon. En dat was al uitzonderlijk. Dat was al uitzonderlijk. Nou, als je dan alleen maar twee dingen doet. En je zegt, wij doen niets anders dan die uitlaten en die banden. En verder moet hij niet bij ons zijn. Moet hij naar iemand anders gaan. Dan heb je al een stuk formule. Dus je maakt het al heel erg schoon. Je maakt een schone formule die iedereen kan begrijpen. En dat betekent ook dat je het opleidingstraject voor de monteur terugbrengt tot twee dingen. Ja. En dat je zegt, ik heb helemaal die gediplomeerde monteur van de ambachtsschool niet langer nodig. Ik maak mijn eigen opleiding wel. En dan heb je natuurlijk oorlog met regelgeving en de overheid. Maar daar kun je altijd wel doorheen komen. Ja. Dat kost enige moeite. Dat is ook een van je uitdagingen, denk ik. Natuurlijk. Gewoon er dwars doorheen te gaan. Ja. Geef ze een klap op hun kop en dan worden ze vanzelf wel wakker. Ja. Huh? Wat is nou het grootste probleem in die fase geweest? Het grootste probleem is altijd de conventie. Je bent opgegroeid en je hebt gestudeerd binnen de conventie. En je hebt geleerd waar de grenzen liggen. Ja. En dat is een heilig eerbied voor de conventie. Want we hebben het hier over 1970, denk ik. 1980 zo'n beetje, 1970. Ook, dus je moet daar uitbreken, je moet uit de conventie breken. Je moet niet bang zijn om nieuwe regels te schrijven. Nee. Go, do it. Nee, zeker als je eigen markt niet creëert. Natuurlijk. Ja, en maak de wet voor de nieuwe market niche. Ja. Zo hebben we het ook gedaan met toen was het Superfoto, de 1 uur fotowinkels. Natuurlijk kwam de overheid en de industrie zei dat hoort bij de foto-industrie en de print-industrie en deze CEO en die CEO en al die flauwekul. En dat had er natuurlijk niks mee te maken. Dus we zijn daar systematisch uitgestapt. En natuurlijk oorlog gevoerd met al die organisaties. Maar dat lukt uiteindelijk. Ja.
Maar goed, hè, dan, daar zit je dan in een model, hè, waarbij de fotograaf op de hoek, die kon ook ontwikkelen, zeg maar. Ja, maar die deed het niet, want die wilde handmatig vasthouden aan zijn ambacht. Ja. En die ging niet mee met de bedrijfsontwikkeling. Ja. Hoe kom je op zo'n idee dan? En wat, aan de ene kant is het hebbaar. Het was gewoon vastgoed, vastgoed ontlegd, er moest iets in gebeuren. Ja. Dus dat is bij jou de sleutel. Dat ik was heb veel sleutel. Vastgoed, ik heb huurders nodig, wat kunnen we erin stoppen? En niemand wilde huren, alles stond leeg. Ja. En dan ga je op zoek naar formules om je eigen vastgoed te vullen. Ja. Zo simpel was het. Dus dat is ook de multiplier op het moment dat je er zelf uitstapt. Dat je zowel vastgoed als de bedrijfsactiviteiten, hè, die versterken elkaar en maken tuurlijk, de prijs. Ja, dat maakt de prijs natuurlijk. Prijs ook. Ja. Splash. Foto en toen? Een van de bedrijven die ik toen deed was Impact Video. Mm-hmm. Impact Video was heel nieuw in die tijd. Ja. We hadden een studio in Londen en daar maakten we mee wat nu heet de music clip. Ja. We zijn de uitvinder geweest van de music clip. En dat heeft, daar heb ik ontzettend veel tijd in gestopt. Het was een enorm creatief concept natuurlijk. Het was ontzettend aardig. Niemand had er ooit van gehoord. Iedereen zei: je bent knettergek. Uiteindelijk heb ik dat bedrijf verkocht aan ITN, International Televisioners. En ITN heeft er de music clip van gemaakt die we tegenwoordig kennen. Ja. En dan heb je het natuurlijk te vroeg verkocht. Het was een concept dat we veel te vroeg de deur uit hebben gedaan. Ja, maar dat is dat zeg je natuurlijk altijd. Maar het was een innovatief idee, een nieuw concept, een nieuwe formule wat je neerzet. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Want je komt in een, ik herken het natuurlijk wel, je komt in een marktsegment wat je eigenlijk niet kent. Je weet nog niet hoe de hazen lopen. Hè? Maar je gaat er wel met je eigen visie in. De videomarkt, in ieder geval, die ken ik dan intussen een klein beetje. Hè? Daar loopt het spel heel anders dan ik dacht. Ja. Want ik denk, nou, je kan daar, hè, met dit soort camera's leuk producties doen en tegelijkertijd... De concurrentie, dat zijn de jongens die met een vrachtauto vol apparatuur en een bus met mooie meiden voorkomen rijden. En dat kost een ton per dag. Voor mij is ondernemen altijd geweest nummer 1, weten wat je niet kunt. Mm-hmm. En heel duidelijk je eigen beperking zien. En niet denken dat je dat wel eventjes kunt overbruggen. Ja. Dus voor je beperking zoek je partners die er wel verstand van hebben. Ja? Voor de video had ik iemand die in dat vak heel goed thuis was. Ja. En voor de garages hadden we iemand die heel goed thuis was in dat vak. Ja. Dus ik heb altijd gezocht naar vaardige en kundige partners in hun branche. Echt ook gewoon als mede-aandeelhouder. Nou ja, hoe dan ook, wat de formule dan ook was. Ja. Ik was de ondernemer, ik zorgde voor het verdienmodel. Ja. Er moest geld verdiend worden. En nogmaals, de grote fout die ik bij heel veel jonge ondernemers zie, ze zijn verliefd op hun product, niet op het verdienmodel. Ze zijn verliefd op het product en ze zeggen, omdat ik verliefd ben op het product, gaat het wel geld verdienen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk onzin. Ja, het kan wel, ik weet niet of dat zo is. Ik denk wel dat je moet echt passie hebben voor wat je doet. En of het nou het ondernemerschap ontwikkelen is of in de werkplaats iets moois maken. Het verdienmodel is natuurlijk nu wel anders geworden. Je bouwt nu, zeg maar, je marktaandeel op met free en dan ga je upscalen naar andere verdienmodellen. Nou, er zijn heel veel verdienmodellen geweest. Het model dat ik heb gedaan is een formule uitrollen en dan groeien via mergers en acquisitions, zo groot mogelijk. Ja. En dan heb je een bedrijf. Nogmaals, dat is totaal wat anders dan het creëren van market share. Mm-hmm. Wat ik nu een hoop mensen zie doen, is dat ze verliefd zijn op een product. Dat proberen ze op een unieke wijze neer te zetten. En vervolgens hopen ze maar dat hun markt groeit of hun marktaandeel groeit. En daar zijn ze steeds mee aan het werk. Nogmaals, dat is een model dat ik niet gevolgd heb. Ik heb je had veel eerder, denk ik, de strategie, hè? Ik wil dat volume bereiken. Hè? Ik heb heel duidelijk gezegd, ik maak een formule, ik rol die formule uit en ik koop mijn market share. Klaar is Kees. Ja. En ik ga ervan uit dat mijn formule meer waarde heeft in de market share dan de bestaande formule die ik opkoop. Wat is nou de grootste misser, fout, vergissing geweest in die periode, in het opbouwen van die bedrijven? De grootste vergissing die
ook ik toen heb gemaakt, is om te denken dat franchise, het uitgeven van een formule, het verhuren van de formule, dat dat mogelijk zou zijn. En het was toen heel populair om franchise te doen. McDonald's deden, dus waarom zou de rest van de wereld het niet kunnen? Maar McDonald's is er ook van teruggekomen. Het werkt dus niet. Want een ondernemer koopt wel eventjes een formule, maar dan is hij eigenwijs genoeg om dat te veranderen. Een echte ondernemer. Ja. En dan heb je geen machtsmiddelen om dat weer recht te zetten. Dus ik heb dat fout gedaan in de cosmetica-industrie. Ik had ook cosmetica-winkels in Nederland, in Duitsland, Zwitserland enzovoort. En daar deden we franchises in, zeg maar, Fromm & Dreesman en Kaufhaus en al die toestanden. Honderden en honderden winkels, allemaal franchises die je niet kon besturen, waar je geen macht in had. En hoe voelt dat dan? Want er gaan dingen anders. Dan gaat het anders en dan moet je het loslaten en heb je het gesloten. Wegdoen. Gewoon wegdoen. Stekker eruit, zoek het maar uit, goodbye. Ja. Je kunt daar dan tegen vechten, maar uiteindelijk is het zinniger om jezelf in de ogen te kijken en te zeggen, jongens, ik heb een beoordelingsfout gemaakt. Het is zo zonde van de negatieve energie, tenslotte. Hou op met die flauwekul, je bent ervan overtuigd, je hebt een andere formule, doe dat dan. Okay. Ja. Gaan we naar de andere kant, waar ben je nou het meest trots op? Als ik nou terugkijk, het meest trots ben ik toch weer omdat ik steeds weer mezelf heb kunnen oppakken en de volgende formule heb kunnen doen. Mm-hmm. Ik heb mij nooit laten ontmoedigen door teleurstelling of over het paard getild voelen door succes, wat dan ook. Ik ben altijd weer op de grond, vanaf de grond af aan, opnieuw begonnen. En het was aardig dat je dat noemt. Het was natuurlijk al heel erg gegroeid, zeg maar, rond 1990, 20 jaar geleden. En toen dacht ik, nou, dit is toch zo vreselijk saai. Want ik zit nu hier met 2.000 of 3.000 man personeel en ik zit iedere dag bij een cao-onderhandeling en al die flauwekul. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben eruit gestapt, ik ben naar Japan gegaan, waar ik niemand kende, de taal niet sprak, gewoon helemaal niets. En ik ben helemaal voor naar aan begonnen. Gewoon nieuwe bedrijven neergezet in Japan, in een klimaat waar ik niet en niemand kende. En dat was natuurlijk voor mij heel leuk, want je bent onderdeel. Dat is jouw groeipad. Dat is jouw Back to basics, ja. Maar gewoon weer opnieuw. Dat is wat jouw vlammetje. Dat is wel natuurlijk. Ja. Wat ik me afvroeg, door je succes, door de financiële onafhankelijkheid, trek je ook de verkeerde mensen aan soms. Hoe heb je daar een soort radar voor? Van nou, die mensen ga ik niet mee, die wel. Hoe werkt dat? Helaas is het zo dat er heel veel mensen komen, langskomen. En die eigenlijk hebben ze allemaal één boodschap. En dat is, ik heb een droom en jij moet dat betalen. Ja. En ik ga er niet zelf voor betalen. Dat moet jij maar doen. Nou, dat leer je natuurlijk heel snel door gronden. Heb je heel snel door. En je ziet de klompendansers van een afstand al aankomen. Ja. Hun presentatie, hun verhaal is altijd hetzelfde. En je prikt er heel snel doorheen. Okay. En wat is de... Kan je de vinger leggen op waar hun grootste valkuil zat? Het is altijd hetzelfde. Ze zijn verdwaald in de liefde voor een product en hebben nooit naar een verdienmodel gekeken. En zij denken altijd dat zij de goeroe zijn van hun product. En hebben nooit gekeken wat ze daarmee in de markt kunnen doen. Ja. Dus wat dat betreft gewoon van een afstand kijken. Gewoon heel puur analyseren. Hoe ga je groeien, hoe ga je verdienen. Precies. En het product maakt eigenlijk niet uit. Het product is totaal onverschillig. Als ondernemer ben je bezig geld te verdienen. Je maakt een verdienmachine. En als dat niet werkt, dan werkt er niks. Ja. Terugkijkend naar jonge ondernemers, of eigenlijk alle ondernemers, maar vooral jonge. Wat zijn nou de belangrijkste tips, aanbevelingen die jij voor hun zou hebben? Nou, de grootste ramp in Nederland is dat onderwijs in bijvoorbeeld Business Administration, MBA's hier in Nederland, worden gegeven door academici. Ja. Die nog nooit één dag in het bedrijfsleven hebben gestaan. Dat is wel aan het veranderen hoor, nu. Enigszins aan het veranderen, maar geen flauw benul hebben over het algemeen wat ze aan het doen zijn. Ik heb nu net weer bij de Universiteit van Amsterdam eens naar het curriculum gekeken. Mm-hmm. Alle boeken weer eens nagekeken. Het is een opleiding
om wetenschapper te worden. En als wetenschapper het bedrijfsleven te beoordelen. Ja. Maar ook, niet om ondernemer te worden. Er was ook tot 5 jaar geleden was er geen enkel businessboek, zeg maar, gericht op kleine ondernemers. Geen flauw benul. Dat begint er nu wel, gelukkig wel echt te komen. Hè? Ik gaf een college een paar weken geleden in Rotterdam, Erasmus. Mm. En daar waren allemaal jongens, meisjes van zeg maar 24 tot 26, zo'n beetje net tegen het afstuderen aan. En om een voorbeeld te geven, ik ben ervan overtuigd dat dat hun eerste college ethiek was. Ze hadden nog nooit ethiek gehoord. Ze hadden geen idee waar ik het over had. Ze hingen aan mijn lippen en ik heb daar nog 1,5 uur gestaan om alle vragen te beantwoorden. Maar ze wisten alles over statistiek en alles hoe ze dan een model moesten analyseren, maar geen flauw idee hoe je functioneert in de samenleving. Geen flauw idee. Nee. Wat, dat is natuurlijk zorgwekkend. Zie je daar, ik zelf denk dat afgelopen jaar, afgelopen 2 jaar, er enorm veel in de wereld is veranderd. Hè? In plaats van olifantentaal is nu yes we can en samenbindend, maar zie je daar in ondernemend Nederland of Europa of de wereld dingen in veranderen? De grote macht in het onderwijs waren natuurlijk het monopolie van de scholen en de universiteiten. En die deden 80-90% van het onderwijs. Die macht is teruggelopen met de massamedia, met het internet. Als het nu aan een opleiding van een persoon bijdraagt 30-40%, is het al veel. Een mens, een ondernemer, krijgt een informatie uit alles. Ja. Alles wat om hem heen gebeurt. Komt steeds meer op ons af. En ook het diploma wat hij krijgt. Het zal mij een zorg zijn wat voor diploma je hebt. Wat mij interesseert, wat je ermee kunt doen. Wat je kunt doen met je kennis en vaardigheden. Ja. Dus nogmaals, die machtspositie van de universiteiten, van de opleidingen, van hoe het zou moeten zijn, is enorm afgenomen. En ik ben ontzettend onder de indruk, maar ook vreselijk gelukkig met wat er gebeurt door the world is flat. Zeggen we tegenwoordig, door het internet, door de toegang, de informatietoegang die men heeft tot alles. Ja. En ik zie heel veel ontzettend goede ondernemers die nooit een diploma hebben gehaald. En ik raad ze ook van harte aan om dat nooit te doen. Nee. En dan heb ik een dutsel, maar ja. Ja. Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren? Wat aan de businesskant ga je nog iets spannends doen? Natuurlijk, ik heb een heleboel dingen gedaan. En nu is er een periode in mijn leven dat ik heel veel in onderwijs doe. Mm-hmm. Ik heb heel veel in Zuidoost-Azië, Afrika, Centraal-Amerika gedaan in onderwijs enzovoort enzovoort. En dat aangemoedigd. En dat is dan letterlijk van het bouwen van scholen, tot het geven van college, tot het schrijven van boeken enzovoort enzovoort. Dus dat is een beetje wat ik op het ogenblik aan het doen ben. Ja. Maar dat is wat je ook doet aan het eind van je carrière. Dan probeer je door te geven wat je hebt gedaan. Ja, ja. Wat is de allerbelangrijkste les die je wil doorgeven? De allerbelangrijkste les is, er is maar één persoon die in de weg staat van jouw succes. En dat ben jezelf. En als je jezelf niet uit de weg ruimt met je flauwe kul, dan kom je er niet. Het is nooit iemand anders. Ja. Oké, dus neem jezelf niet serieus. En wees eerlijk als je in de spiegel kijkt. Kijk vooral in die spiegel en kijk naar je eigen antagonist. Ieder mens heeft als protagonist een antagonist. En zorg dat je het vrede kunt hebben met die antagonist. En je moet die natuurlijk ook voortdurend laten spreken. Je moet zelf kritiek hebben. Ja. Maar je moet er wel mee kunnen leven. Ja, nou ja, ik ben zelf het meest trots op al mijn mislukkingen. Want daar heb ik van geleerd. Ik vind het een prachtig einde. Geweldig, dank je. Leuk. Tot zover de boeiende lessen van Jacob Gelddekker. Het leuke is, als je boven zijn deur kijkt van zijn huis, staat daar de spreuk, it really doesn't matter. Dat vind ik een mooie afsluiting. Tot volgende week, bedankt voor het kijken naar Kees TV.